Duitsklas. Dames en heren. Elk jaar op de 4e mei komen we hier bij elkaar op de begraafplaats van Krooswijk. We doen dat om de doden en de geliefden te herdenken. Maar we laten onze harten ook uitgaan naar al die anderen die omkwamen bij de gevechten rond de Maasbrugge en het vliegveld Waalhaven in Korea en voormalig Nederlands-Indië. En de vele geallieerde militairen die in en rond Rotterdam omkwamen bij de bevrijding van Nederland. We doen dat vanuit een gevoel van diep respect en grote dankbaarheid. Zij gaven immers hun leven voor onze vrijheid. Ze gaven hun leven voor onze vrijheid. I would like to extend a special welcome to our friends and visitors from abroad who are very bold, the young men from other countries who are willing to risk their lives to help us regain our freedom, to help us regain our dignity. Thank you for being with us. Met hen herdenken we de velen die sneuvelden aan de stranden van Normandië en Walcheren, in de straten van Oosterbeek en Berlijn, in de kampen van Belzec en Sachsenhausen, in de gevangenissen van Berlijn, Rome, Scheveningen. We gedenken hen allemaal, en zo moet het ook, want het ging niet enkel om Nederland in die jaren. Het was een Europese oorlog, een wereldoorlog, met ongekende dimensies. Een fundamentele strijd om recht. Een fundamentele strijd om democratie. Een fundamentele strijd om de menselijke waardigheid. Om alles wat onze huidige samenleving samenbindt of wel wilt zou moeten binden. Wij weten, zoals we hier bij elkaar zitten, dat oorlog geen bioscoopfilm is waarna het schieten acteurs weer opstaan. Wij weten dat de werkelijkheid van de geschiedenis meestal breed, oneerlijk en onmenselijk is. En we weten, of beter gezegd, we zouden moeten weten dat vrede broos is. Dat vrede kostbaar is en allerminst vanzelfsprekend is. In dat besef denken we op deze dag ook aan de Nederlanders die ver weg in andere oorlogsgebieden zich dienstbaar maken aan vrede en wederopbouw in landen waar nu nog oorlog woedt. We denken aan alle recente slachtoffers, Afghanistan bijvoorbeeld. We herdenken vandaag ook de leden van het verzet. Ook dat doen we met een groot en diep respect. Verzet is nooit een vanzelfsprekendheid. Het is altijd een moeilijke afweging en vaak een keuze die door je omgeving niet in dank werd of wordt afgenomen. Verzet kon rekenen op represailles immers. En het heeft lang geduurd voordat het woord illegaliteit een heldenstatus kreeg. Hier op de begraafplaats in Krooswijk lopen we straks langs het erehof van het verzet ter nagedachtenis aan al die verzetsmensen uit de stad die in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen. Een van hen is Marilis van der Stoep. Nog maar 23 jaar toen de oorlog begon en werkzaam bij de Jamietfabriek in Krooswijk, in het verder hier vandaan. Hij vormde op die leeftijd een eigen verzetsgroep. Ze waren actief met het vervalsen van persoonsbewijzen, het helpen van onderduikers en het overvallen van distributiecentra van de vijand. Zijn verzetsgroep deed mee met de overval op de gevangenis aan het Haagse Veer op 24 oktober 1944. Bij die actie werden 43 personen bevrijd die door de bezetter waren gearresteerd vanwege juist hun verzetsactiviteit. Marinus van der Stoep sneuvelde één maand voor de bevrijding bij een mislukte aanslag op het hoofdkwartier der Gestapo
op 5 april 1945. We herdenken hem en de 51 andere Rotterdamse makkers, verzetshelden. Op hun moment staat de tekst: zij vielen opdat wij